De Haaksbergse Lions Club deed dit jaar voor het eerst mee met de koffiepuntenproject. Die is ontstaan door Lions Club uit Voorburg. Maar liefst 900.000 Douwe Egberts-punten zijn de afgelopen weken door de inwoners van Haaksbergen ingeleverd. Bij de plaatselijke supermarkten, de apotheken, de bibliotheek Haaksbergen, het doktershuis en het Wiedenbroek. Daardoor kan de Lions Club Haaksbergen maar liefst 2100 pakken koffie overhandigen aan de voedselbank Enschede Haaksbergen. We gaan vanmiddag een overdracht doen van de uitkomsten van een bijzondere actie. Alvorens dat te doen, misschien even een paar woorden. Ik mag u namens de Lions Club, waar ik dit jaar president van ben, hartelijk welkom heten hier. In het bijzonder natuurlijk vertegenwoordigers van de voedselbank die de resultaten in ontvangst mogen gaan nemen. Als een van de onderwerpen waar we dit jaar en afgelopen jaar al vaker voor de voedselbank hebben geprobeerd iets te betekenen. Hartelijk welkom ook aan degenen die hebben bijgedragen aan, om deze actie tot een succes te maken. Er is een actie met koffiepunten geweest, daar kom ik zo weer terug. En daar hebben een aantal bedrijven in Haaksbergen een medewerking aan gewerkt. Volgens mij, als ik het goed heb, is er in Haaksbergen per hoofd van de bevolking 10 keer zoveel opgehaald dan in Nederland. Maar dat zullen we zo even uitrekenen. Willem, graag aan jou het woord. Dankjewel. Veel meer dan vorig jaar, maar succes dus. Dit resulteert in het kunnen overdragen van 910.000 punten. En dat zijn 883 pakken koffie die komen, als het goed is, in de loop van februari. De tweede week februari dat we hier uitgeleverd gaan worden. Wie mag ik voor jullie de eer hiervoor geven? Ja, Marcel? Ik wil het je graag overhandigen. En doe er iets leuks mee. Dat zal zeker in orde komen. Want ik heb begrepen dat het probleem altijd is, inderdaad, de houdbare producten. Conserven, koffie, thee. Ja. En bedrijven als de supermarkten in Haaksbergen. De Lions Club Haaksbergen is al enkele jaren een trouwe sponsor van de voedselbank Enschede Haaksbergen. En heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de landelijke actie van de Lions Club Nederland. Hierdoor zijn er uiteindelijk 120.000 pakken koffie aan de Lions Club Nederland overhandigd.